Jullie missen de schoolbel, hè? Wij missen jullie ook. Juist daarom hebben wij een leuke Ramadan-actie. Salamu alaikum, lieve kinderen van LMN en Zeist. Wij zijn juf Fouzia en... juf Houda. Van groep 4. Alhamdulillah, de Ramadan staat alweer voor de deur. Allahumma balighna Ramadan. Dat betekent dat wij Allah vragen om ons de maand Ramadan te laten meemaken. Zoals jullie weten is de maand Ramadan de belangrijkste maand in de islam. In deze maand worden jouw daden zoveel keer meer beloond dan in andere maanden. Daarom is het goed om in deze maand meer te bidden, extra goede daden te verrichten. Bij de maand Ramadan hoort ook extra sadaqa. Sadaqa is onder andere dat je geld geeft aan arme mensen. Wij gaan met onze school geld inzamelen voor 2 mooie stichtingen. Deze stichtingen komen ook uit Zeist. In deze coronatijd hebben de armen in Marokko ons harder nodig dan ooit. De eerste stichting die wij gaan helpen is Dar al-Huda. Dit is een stichting voor weeskinderen in Marokko. Deze stichting heeft in Marokko 3 weeshuizen en telt 114 weeskinderen. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt hierover: ik en degene die voor een wees zorgt en hem voorziet, zullen zoals dit in het paradijs zijn. En hij zette zijn middelvinger en wijsvinger dicht bij elkaar. De tweede stichting is Reforest. Deze stichting plant bomen in het Rifgebergte in Marokko voor arme boeren. Dit is in het gebied waar de meeste ouders en grootouders oorspronkelijk vandaan komen. Waarom doet die stichting dat? Dat doen ze zodat de grond daar vruchtbaar wordt. De boeren kunnen dan daarna voor zichzelf zorgen door op het grond hun eigen eten te oogsten. Nou, hoe gaan we nu geld inzamelen voor deze 2 stichtingen? Jullie krijgen binnenkort een link van jullie juf. Via deze link kun jij je aanmelden als deelnemer van deze actie. Verder krijgen jullie via jullie juf elke week een nieuwe sponsoropdracht die je kunt uitvoeren en waarmee jij veel geld gaat inzamelen voor de goede doelen. Je kunt je laten sponsoren door iedereen in je omgeving. Door je mama en papa, opa en oma, tantes en ooms, maar ook door jullie vrienden en kennissen. Natuurlijk krijgen jullie superveel hasanat voor elke euro die jullie inzamelen in deze mooie maand. Maar om het extra spannend te maken, krijgt de klas die het meeste geld ophaalt een verrassing van ons. Wij hopen dat jullie erg zin hebben om deel te nemen aan deze actie. De juffen en meesters in ieder geval wel. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons hierbij helpen en mogen Allah ons helpen om deze maand volledig te benutten. Amen. Amen. Zet hem op, jongens en meisjes. Samen maken we de wereld mooier. Ramadan Mubarak. Ya Rabbi, balighna Ramadan.